De mensen, de 10 mensen die er dichtst bij waren, die mogen hun prijs daar gaan afhalen aan de stand van Samana. Op de eerste plaats hebben we daar Jos Verswijfel. Hij zat het dichtst bij deze geschatte gewicht. Dan hebben we op de tweede plaats Van Weert Dominique. Als 3 José Populiers. Op 4 Seppe Helson. Op 5 Van de Belder Jozef. Als 6 Dirk Oorts. Als 7 Jos Verswijfel nog een keer. Als 8 José Van Reuzel. Als 9 nogmaals Jos Verswijfel. En op de 10e plaats mag ook Dirk Oort zich nog eens aanbieden. Dus deze 10 prijswinnaars kunnen hun prijs gaan afhalen op de stand van Samana. Deeltjes uit Pulderbos. De eigenaar is Bart Deeltjes. En de ruiter is zijn dochter Stefanie Deeltjes. Zij komen beiden uit Ietingen. De vader van Iloco is de Duitse hengst Bellissimo N. Deze hengst heeft al 66 goedgekeurde zonen en 32 Grand Prix paarden verder gebracht. Waaronder ook de tweevoudig wereldkampioen Bella Roos onder Isabelle Wert. De moeder van Iloco is Scala van het Molenzicht. Scala heeft meerdere paarden op hoog niveau verder gebracht, zowel in de discipline springen als dressuur. Waaronder ook 1 nakomeling die nu Grand Prix dressuur loopt. In de leeftijd behaalde hij eveneens een 3e plaats op de SBB-competitie voor jonge paarden. In 2013 en 2014 wonnen zij de Vorbeker op niveau 1 en niveau 2. In 2013 stond eveneens het Vorkampioenschap op hun naam. Nu wordt hij al enkele jaren op zwaar 2. Verder heeft Iloco een gouden karakter en zal hij er altijd zijn voor zijn ruiter.